Welkom terug voor onze tweede sessie. Goed, we hebben daarnet de design sessie achter de rug met Elke Drieën. Zij heeft ons geholpen om het logo te ontwerpen, wat grafische assets. We hebben die aan het eind van de rit ook naar de Creative Cloud Library verhuisd. Nu gaan we over of doorschakelen naar design en productie. Om dat in goede banen te leiden heb ik onze amazing automator Jensi meegebracht. Als er iets te versnellen valt in de workflow of iets efficiënter kan aangepakt worden, dan kun je altijd bij Jensi hier terecht voor al uw vragen daarover. Onder andere. Ja. Voor andere dingen ook hoor. Oké, goed. Ik zal dat onthouden, Jensi. Ja. Goed. Dus Jensi die gaat de assets gaan gebruiken in drukwerk. Hè. We gaan een affiche gaan maken voor ons evenement met die assets van Elke. En daarna ga je ook nog uw magische trucendoos hier een keer open trekken en gaan we gaan kijken naar de omzetting van artistenfoto's in Photoshop en dan nog een aantal optimalisaties op drukwerkgebied. Dus ik zou zeggen, take it away. Ja, dat klopt inderdaad. Dus in eerste instantie die CC library, dat is super handig, maar dan moeten we natuurlijk ook echt van een keer tonen in praktijk van kijk, hoe vlot kunnen eigenlijk niet ontwerpen daarmee. Daarna die artiestenfoto's en die affiches, dat zijn inderdaad twee tools die standaard ook al in Photoshop en InDesign zitten. Dat gaan meer naar massaproductie toe. Maar voor het eerste deel, die libraries, ik ga een affiche maken. Nou, één affiche. Ik stel voor dat we daar een challenge van maken. Daarmee bedoel ik, ik wil al 5 minuten hebben die affiche. 5 minuten. Voor de timer, ik zou zeggen, mensen thuis, start een timer. Ik geef u 10 seconden om die op te zetten en dan begin ik eraan. Is dat wel een goed idee om de mensen thuis te laten zien dat dat op 5 minuten kan gemaakt worden eigenlijk? Het zijn zelf designers. Zorg dat er geen niet-grafici dit te zien krijgen. Ja, okay, go. Goed. Nu, het punt is uiteraard, dus ik zit hier nu in, dus het punt is uiteraard, het gaat superveel sneller, maar ja, het creatieve luik vraagt altijd tijd, sowieso. Als je dat wilt, dan kunnen we daar oneindig lang op werken. Maar uw workflow zelf versnellen, dat is echt gewoon de max. Dus je ziet hier dat ik hier een CC library open heb, trouwens. Er zijn meerdere libraries. Ik probeer het altijd een beetje clean te houden. Op tijd ook eentje archiveren indien nodig. En we hebben die ook mooi georganiseerd. Zorg ervoor dat je ook wel effectief in uw library sorteert op groep als je custom groups gaat gebruiken. Ja. Het gewoon sorteren van ons type werkt tot op een bepaald punt en dan heb je gewoon te veel assets en dan maakt je beter groepjes, zoals dat je hier nu ziet. Oké. Zo, netjes. Inderdaad. Ik heb hier even kijken, ik had de templates al klaargezet, want ik wil hier nu bijvoorbeeld voor mijn InDesign, ik wil starten met een A1 affiche. Ja. Ik heb een een InDesign template in de library gezet. En dan in een library. Ja, dat is interessant als je inderdaad een paar elementen al op voorhand wilt hergebruiken. Dan kan dat in A1 zit standaard bijvoorbeeld niet in de presets bij een nieuw document in InDesign. En dan moet je wel rechtsklikken en open new document kiezen. Ik ga eerlijk zijn, ik heb die pas begin vorig jaar ontdekt. Of toch de mogelijkheid dat daarin. En ik daardoor, dat is eigenlijk. Ik vond dat wel geweldig. Dus voor de mensen thuis, InDesign templates, speciaal soort file dat je moet opslaan bij een save as. Illustrator kan dat ook. Photoshop is een kleine truc dat je moet doen. Je saved gewoon als een PSD en dan moet je daar de letter T aan je extensie gewoon toevoegen en dan verandert dat in een PSDT. Ja. Die komt straks nog langs, maar inderdaad. En die dingen kun je in een library gooien en dan, zoals dat jij hier net deed, die eigenlijk gaan gebruiken om nieuwe files te maken. Klopt. We zijn zo heel veel aan babbelen en de 5 minuten challenge gaat er tussendoor. Dus we gaan nog een dikke korrel zout nemen wel. Maar ik wil ook gewoon even tonen, bijvoorbeeld, je hebt een project, je kunt eigenlijk al op voorhand op die manier je templates van dingen die moeten gecreëerd worden, kunnen al klaarzetten. Voor het festivalbandje, kan mooi de juiste breedte, hoogte, marge en hier de ja, de safe zone waar dat je gaat plakken, die moet wegblijven. Goed, maar terug naar de affiche. Andere elementen die je daarin kunt zetten zijn bijvoorbeeld bij elements heb ik background gradients. En je kunt daar kleuren in steken, maar bijvoorbeeld een gradient dat kan niet. Maar oplossing, ik steek daar dan een elementje in, een InDesign elementje echt wel, waar dat die gradient op is toegepast en op die manier komt die ook wel binnen. Okay. Voilà. Dus dat is gewoon een rectangle dat je getekend hebt in InDesign dus, origineel, ja. En dan sleept dat in je beeld. Ja, inderdaad. Ik heb dat hier ook voor die andere gradient gedaan. Dus dat is geen probleem. Ik ga die ook even lokken voor de mensen thuis. Ik ga veel sneltoetsen gebruiken die ik niet per se ga uitleggen. En maar we zullen een cheat sheet meeleveren bij de downloads met alle shortcuts. Dus dat is ook wel handig. Oké, we zijn veel aan het babbelen en weinig aan het designen. Dus we hebben hier de assets dat Elke ook heeft geprepareerd. Heb ik hier ook staan. Ik heb het meer misschien voor die andere. Even kijken. Zo. Okay. Voilà, mooi in het midden uiteraard. Misschien dat ik die ook kan lokken. En we gaan dus eigenlijk de namen gaan zetten, hè, zo dadelijk. Dus ook daar heb ik al een beetje een copy aangereikt gekregen, waarbij dat ik hier de artist list heb. Voilà, ik moest even denken hier. Dus ik kan een beetje inzoomen, maar zoals dat je hier ziet, dat is de artist list. En dat is gewoon een tekstelementje op dit moment. Of dat kan een tekstelementje zijn. Dat was, eigenlijk is dit nu wel een InDesign tekstkader. Maar dat kan ook een tekstelement zijn. Ik heb ook al reeds voorzien een paragraph style. En die paragraph style die zal hier onder typography gaan zitten. Hop, even kijken. Er zijn zo precies al een paar categorieën bijgekomen. Typografie is plotseling gezakt naar ander, dat stond er net helemaal niet daar. Maar dus paragraph styles en zijn paragraph styles kunnen daar ook op toepassen. En ik wil, ja, dat stond waarschijnlijk nog in die template of zoiets. Incoming style from CC libraries, jawel, ik wil die overschrijft. Voilà. Dat kan soms eens gebeuren in zo'n conflict, maar dan moet je gewoon een keer lezen wat er staat. Is op zich niet echt een probleem. Ja. Oké. Ik ga even vlug gewoon hier een fine change op toepassen hoor. Omdat ik eigenlijk hier wil werken dat eigenlijk elke end of paragraph wil ik liever een forced line break gaan gebruiken. Dat kan ik alvast doen. En dat is gewoon een kleine truc. Nested line styles in InDesign eigenlijk per regel heb ik gezegd we gaan een paar puntgroottes kleiner gaan. Okay. En dat is ook iets dat je perfect al in het pre-design kunt inwerken, hè, zo van die dingen. En hier gewoon even een end-space ertussen om voor die laatste nog heel wat grotere spaties voor meer. Ja, een grotere spatie, uiteraard. De grotere spaties, de M-spatie is de grootste. Okay. Zo. Altijd leuk als je een auto in kunt parkeren in die spatie. Is goed. Ja, wel. Een auto, dat weet ik nog niet. Zo groot is een A1 ook weer niet. Goed, ik ga die ook een beetje scheef zetten. Zoals dat je er net, hij valt daarover, maar ik denk ook gewoon binnen de esthetiek van deze stijl zie je daar niet echt zo'n groot probleem in. Nu snap je het eindelijk. Voilà, dankzij Elke vooral in de vorige. Ja, zo. Ik zie Elke moet daar naar luisteren, die heeft veel interessante dingen te vertellen, dat is waar. Voilà. Logootje hier, dus ik wist al, dat is hier bijvoorbeeld. Daarmee kan ik tijd winnen bij mijn 5 minuten, maar ik weet bijvoorbeeld al op voorhand dat dat nu gelijk loopt met dat logo, nee, die schuine plakken. En andere elementjes die ik nog ter beschikking heb hier, wil ik er ook nog op gaan droppen. Dus ik heb gewoon te cherrypicken, bij wijze van spreken. Dus ik wil, ik zeg nu maar iets, deze. Ja. Voilà. En die mag dan hier bijvoorbeeld, ik ga een beetje mijn view ook aanpassen. We hebben hier dit elementje dat ik er ook wel bij wil. Ik wil er naar achter, maar misschien dacht ik ook van het is interessanter van de dienen op een aparte laag te zetten. Of kijk, er zijn al een paar lagen voorzien. Geen probleem. En dan kan ik die laag ook lokken. Voilà. We hebben hier dan mondje. De hotlips. Ah, Dat is soms een beetje typisch InDesign. InDesign verwacht dat jij 100% in controle bent over alles dat je doet. In dit geval moet ik bewust mijn laag waar ik wil op creëren, moet ik aanduiden eerst. Ja. Je leert dat wel wat kennen, he. Dat is een beetje ook ervaring met vakken en met je programma vooral. Goed. Ik heb hier dan onderaan ook nog gewoon... ik had eerst nog deze in gedachten en onderaan heb ik de datum. Die hadden we ook voorzien in een speciaal categorietje. Ik denk dat het nog een klein beetje mag uitgekruist worden. Nee, dat zijn logo varianten. Ook geen mock-ups, images, key visuals. Mock-ups van de band. Design prototype. Die volgorde is precies plots omgekeerd. Het is raar, hè? Ik denk dat aan je sorteerknop liggen. Ik weet het niet. Ik heb daar werk met aan zijn prutsen. Misschien. Kijk misschien aan mijn sorteerknop, maar geen probleem. Custom order, ja, custom order. Je hebt gelijk. Dat is een zeer goed punt. Ik dacht dat hij dat automatisch ging terugzetten, want ik gebruik altijd custom order. Maar dan komt dat overeen met de sortering zoals je in uw CC library hebt. Ik weet niet hoe het zit met de mensen thuis, met mijn 5 minuten. Waarschijnlijk langer. Oh ja, ik zei het echt. Hopelijk ziet je dat doen, maar dat je veel praten daaruit en chat op 3 minuten lang. Inderdaad, inderdaad. Goed, dus dat is nu een affiche. Ik kan dit opslaan. Misschien zal ik het alvast een keer opslaan. Hè. Opslaan en ik ga dat hier in mijn target map gaan zetten. Prototype affiche, kijk vanaf. Ik ga daarover schrijven. Dat is het en dat is dan klaar voor ook een keer gewoon te sharen voor een review, hè, voor de feedbackronde, maar dat is in de volgende sessie wordt daarover gepraat. Ja, klopt. Nu, ik dacht gewoon even een snelle FAQ. Mensen gaan misschien vragen hebben over ja, die assets. Waar staan die? Hoe ga je daarmee om? Ik heb u hier al tal van dingen horen vernoemen en zien doen die zeer interessant zijn voor de mensen thuis. We gaan zo dadelijk een keer kijken naar een aanpassing van een asset doen, maar ik wil ook even terugkomen op dat gegeven van die tekst heel kort. Hè. Dus je hebt daar simpelweg tekst, die namen van die artiesten uit uw CC-library gesleept. Misschien vragen sommige mensen zich af, ja, hoe komt dat daarin terecht? Dus eigenlijk de omgekeerde weg is gewoon een tekstkader in InDesign, waar je tekst intypt en je sleept dat kader in je CC-library. Op die manier, want ja, dat je ook kan al vast een keer doen, ja, dat dat gelinkt wordt effectief aan je CC-library. Dus dat wil zeggen dat je copy in je CC-library kunt zetten die gelinkt is aan multiple InDesign-files. Want je hebt van niet alleen je affiche, maar misschien ook de flyer. Misschien op de ticket staan de namen nog een keer vermeld en dan heb je eigenlijk single copy voor uw artiestennamen die overal aangelinkt zijn. Voilà. En dan moet daar nu tekst in en dan kun je delete deze maar een keer en plaats het dan weer terug. Ja, goed, en dan gaan de mensen zien, voilà, kijk, daar staat zo'n link-icoon links bovenaan op dat aan de CC-library hangt en dat is geweldig. Ja. Dat is echt wel, dit is een tekstelement en dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uw adresgegevens, want je kunt dat nu editen. Ik ga dat hier centraal editen. Dat is in InDesign opgesteld, dus dat ook in InDesign geëdit worden. Ik ga dat gewoon opslaan, terugsluiten en ook mijn geplaatste asset. Ja, dus updaten, dat is het interessante deel van een gelinkte tekst-asset. En uiteraard ook voor die grafische assets is dat eigenlijk dezelfde workflow. Daarvoor gaan we eventjes kijken op mijn computer. En ik kijk ook even naar de regie. We gaan even kijken op mijn computer. En daar ga ik kijken in de CC-library die ik hier heb openstaan, zien we dat element staan van 10 februari van die datum. Nu, dat klopt eigenlijk niet. Dat zou 9 februari moeten zijn. Dus ik ga daar gewoon hier op dubbel klikken. Illustrator gaat open. Dat asset gaat open. Dat is omdat dat natuurlijk een Illustrator asset was. En ik kan hier gewoon in gaan werken. En laten we nu hopen dat dat lekker snel update natuurlijk. Ik kan hier zo wat beter bij plaatsen. Ik ga ons een beetje meer centraal zetten. We staan nogal akelig dicht bij de rand van het aardbord. Ik save dat in gewoon. Ik sluit dat. Ik kijk hier even terug naar de Creative Cloud Library. Dat zou normaal razendsnel geüpdate moeten worden. Maar of dat dan even snel bij u terecht komt, we gaan een keer terugkijken bij Jensi. We kunnen naar het best met hem kijken en zo'n vertraging, dat kan altijd een keer. Dus dat gaat eerst terug naar de centrale locatie, waar de cloud is, en dan moet dat met mij synchroniseren. Ja. En als dat in 30 seconden duurt, dat kan perfect gebeuren. Zoals dat ik nu inderdaad aan het wachten ben. Wel een uitroepteken op het icoon daar. Ja, oké, het is inderdaad, het was te klein. En je verwacht misschien een groter uitroepteken zoals je gewoon bent, maar het staat bovenop het cloud-linked icoon. Maar het staat er inderdaad wel bij, maar je gaat dat updaten zoals dat je wel degelijk andere assets kunt gaan updaten. Als je het zelf gaat updaten, gaat het dan niet, waarschijnlijk niet moeten doen, maar hier, het is extern gebeurd. En again, dat element kan terugkomen op je bandje, op je flyers. Allerhande plaatsen, ook in digital. Je kunt dat in social posts staan hebben, in XD bijvoorbeeld, maar alles linkt naar die centrale bibliotheek. Dat natuurlijk wel een gigantisch voordeel. Ja. Alright. Alles dat gecentraliseerd werkt, vind ik altijd geweldig. Zoals dat gezegd zelf zei, de single version of the truth, het is belangrijk. Geen onnodige kopietjes gaan maken. The single source of truth. Ik heb beiden al gehoord, denk ik, dus ik weet het niet. Ik ga naar Photoshop gaan nu ondertussen, want we gingen inderdaad ook een pak visuals creëren. Ja. We hebben inderdaad een pak artiesten die optreden op ons festival. Die hebben daarnet de namen gezien, maar we hebben daar ook images van die artiesten. Nu, we hebben een grafisch stijl vastgelegd, zo'n GIF-pixel-stijl eigenlijk. En dat is iets dat wij op al die foto's moeten gaan toepassen. Nu, afhankelijk van hoe dat gebeurt in Photoshop, kan dat natuurlijk wel wat tijd vragen als je dat op alle foto's moet gaan doen. Dus toon een keer hoe dat we dat verstellen. Ja. Nu, er zijn verschillende niveaus. Bijvoorbeeld, je kunt ervoor zorgen dat je een niet-destructieve template hebt. Dat is het eerste dat we gaan bekijken, maar ik ga zeker nog verder, want we gaan echt naar handelingen overgaan straks. Actions. Omdat dat nog sneller gaat. Dus ook hier, ik heb een PSDT gemaakt en in de library gezet. Een gewone PSD kan hier ook in. Waarom is dat hier een voordeel? Geopend, dat is een title. Dus ik ben niet het origineel aan het bewerken. Omdat hier wel belangrijk is, opnieuw gecentraliseerd denken. Ik ben een derivative aan het maken. Nou, zo kun je het zien. Nu, het is een smart object hierin. Dus ik ga even mijn layers inzoomen. Dus in de smart object heb ik nog eens een smart object. Dus ik moet wel eventjes 2 niveaus dieper. Maar als je de template kent, zit er niet echt een probleem in. Je zou in principe hier de artiest kunnen wijzigen. En heel je effect is mee. Misschien moet ik even gewoon voor de lol iets heel simpel doen hier. Ik ga zeggen een transform spiegelen. En ik ben hier bijna dubbel aan het zien, want ik vond het niet. Flip horizontal. Voilà. Kijk. Ja. Voilà, kijk. Hier staat hij dan. En dan ga ik, je ziet, mijn effect is redelijk recht geüpdate. Nu, gezien het effect vraagt redelijk wat korrel en zo. Dus afhankelijk van hoe dat je gezoomd bent, ziet er soms wat anders uit. Maar het detail is helemaal bewaard gebleven. Ik wil gewoon even zo misschien de 4 dingen eruit halen. Wat dat effect toe werken, dat is niet zo evident. Ja. Ik verwacht niet dat iedereen dat zomaar kan. Maar kijk, het is niet destructief, wat dat wil zeggen. Het is allemaal met layer effects of aanpassingslagen. Dat zijn allemaal oogjes op je laag dat je kunt eigenlijk gaan uitzetten. En helemaal onderaan ligt gewoon de originele foto. Eigenlijk. Inderdaad. Ja. Dus bijvoorbeeld, een van de spullen van dit effect is dat ik een pattern fill leg met een bepaalde blend mode op de originele foto. En de pattern is gewoon 4 pixels, wit, zwart, zwart-wit. Voilà. Waar zit die pattern fill, als mensen dat willen? Pattern fill, dat zit hier, dat is wel een speciale kunde. Creëer hem in layers. Tegenwoordig in Photoshop heb je enkel maar deze standaard patterns. Dit zijn ook standaard patterns, maar je gaat die eerst een keer opnieuw moeten oproepen, omdat om onbekende reden Photoshop dat plots verborgen heeft. Ik heb geen flauw idee. En dat is een speciale pattern layer dat je daarna gemaakt hebt? Dat is een pattern layer, inderdaad. Gewoon Ik doe dat altijd op die manier. Die slots en die gradients gebruik je geregeld. Aanpassingslagen en dat zijn vuldagen hier. Ja, ja. Oké, dus pattern layer met een hard mix. Wat is er speciaal aan een hard mix? Dat is een blending mode. Dat is een blending mode en de hardmix gaat slechts 4 kleuren overlaten: zwart, rood, geel en wit. Okay. Dat lijkt hier net iets meer, maar dat is omdat ik daar bovenop, en je ziet dat hier, ik heb de layer options, vanaf dat je die gebruikt, heb je hier een icoontje. Om te dubbelklikken, dan gaat het terug naar de layer options. Okay. En dan heb ik hier een blend if gebruikt. Wat dat er eigenlijk voor zorgt dat je dat effect kunt. Of die laag eigenlijk kunt selectief zichtbaar maken. Vanaf een bepaalde grijswaarde. Onderlaag erdoor komen door de pattern layer. Dus ik kijk nu naar de donkerheid van de beeld eronder. Ja. Underlying layer staat hier ook. Je kunt ook kijken naar de donkerheid van de current layer, maar dat heeft weinig nut, want dat is gewoon zwart en wit van pixels. Dus underlying layer, je kunt dat zelf een beetje verzachten door met uw Alt of Option en die twee hier uit elkaar te trekken. En dat is hetgeen dat ik hier gedaan heb. Dus gewoon om een klein beetje meer, toch nog details te laten. En misschien is dat heel vaag voor veel mensen, die blend-if options in de layer options. Dat zijn echt wel zeer krachtige. Als je een beetje de toepassingen ervan begint te zien, is dat echt wel. Zeker een keer Google nog. Het is dat, is dat. Goed. Op het einde van de rit, helemaal bovenaan, staat er een laag die eigenlijk gewoon die 4 kleuren, of eigenlijk alle kleuren, en gaat remappen. Dat is de gradient map. Dat is echt gewoon one of my favorites. Van mij. Dus dat is te weinig gekend, vind ik. Maar kijk, wat dat eigenlijk gaat doen is, als dat zwart is, gaat je remappen naar dit blauw. Als dat wit is, naar dit. En heel dat spectrum ertussen eigenlijk ook. Dat is het principe ervan. Ja. En dan kom ik inderdaad met een uniform duotoon beeld uit. En de rest is een beetje extra controle, bijvoorbeeld met levels. De levels kunt je achteraf nog gaan editen. Hier bijvoorbeeld met de middendinges, om het juiste contrast te gaan zoeken. Want niet elke foto gaat gelijk zijn in dat opzicht. Okay. Dus een beetje gaan bijstellen. We hebben dan hier, die black and white hier, daar ga ik misschien straks op zetten. Even nog wat extra fine-tuning. Ik heb hier een drop shadow, dat is hier eigenlijk gewoon nog een wit randje dat ik creëer bovenaan. Ik zeg het, we hebben zo gekozen voor zo'n not-done esthetiek, je weet, een beetje het anti-design element. Dat zijn die dingen. Dat zijn die dingen. Dikke strook op je zetten natuurlijk. Ja, voilà. Goed. Dan op het einde heb ik natuurlijk ook hier deze even opslaan, maar ik zit nog altijd in een smart object en mijn hoofd. Object. Okay. Is hier gewoon klaar. Gewoon op het einde is er zo'n mozaïek effectje erbovenop gesmeten. Nog wat meer vuilder. Ja, nog wat meer dat pixel aspect benadrukken. Zo slechte compressie. Het neobrutalisme, zoals Elke zegt. Inderdaad. Okay. Voilà. Trouwens, dat is een smart filter, omdat dat is een filter toegepast op een smart object. En eigenlijk iets dat ik ook nog maar recent weet, en je krijgt dan ook hier dit, zo'n regelaar, waar je kunt eigenlijk nog een blend mode toepassen op de filter dat je toepast. Ik wist dat ook sinds kort nog niet, maar dat is wel interessant. Nu nog aparte maskers voor elk effect dat eraan gekoppeld is en we zijn er. Het is dat. Are you listening, Adobe? Wie weet. Het kan nog interessant zijn. Goed. Nu, je hebt gezien, zelfs al wilde op die manier gaan werken, je verliest daar toch nog even aan. Voor 10 artiesten is dat geen probleem. Stel dat een festival hebt met 100 artiesten. Dan is er misschien nog een betere oplossing en kunnen even tijd steken in het opnemen van een action. Ja, ik heb je wel niet gekend dat je die artiest eigenlijk swapt, dat beeld. In je basis smart object, als je daar de foto vervangt van een artiest. Ik heb hem gewoon een keer geslipt om te tonen dat je het origineel kunt aanpassen, maar je hebt gelijk. Een batch gaan werken. Ja, inderdaad. Dus ik heb hier een action opgezet. Ik doe dat ook vooral liefst als een aparte folder. Dus ik ga meestal wel beginnen met hier eigenlijk een nieuwe action set te gaan maken. Omdat dat bijna altijd projectgebonden is, die actions. En dat is heel specifiek wat die doen. Trouwens, als je dat doet in een projectfolder, kun je ook op het einde van de rit al je acties gaan opslaan, save actions. En dan kunnen we ook aan andere designers geven, die kunnen dat inladen in hun Photoshop. Ja. Dus dat is het voordeel daarvan, want dat wordt sowieso onder dat folder geëxporteerd. Okay. Voilà. Ik heb hier een actie play all, en die play all, het enige dat hij doet, is die 3 stappen opnemen. En waarom doe ik dat zo? Omdat dat ook gewoon iets gemakkelijker is om aanpassingen te doen achteraf, want dat is nooit van de eerste keer goed. Plus het is ook gemakkelijk straks, ik heb nog een kleine bewerking kopen in een foto, ik moet die opnieuw exporteren, ik hoef enkel maar export af te spelen. Okay. We gaan een keer een startfoto nemen, hè. Dus ik zit hier ondertussen. Hier, ik heb mijn startbestandjes beelden. Voilà. Ik heb hier een foto van de Kills. Dat is een duo. En ik ga beginnen met General Prep. General Prep. Ik ga het deze keer één per één doen. Hè. Ik ga het straks nog een keer in één keer tonen. General Prep die gaat dingen doen zoals de kleurruimte goed zetten en de image size uniform maken. Ik weet dan dat goed zit, want sommige van die effecten die zijn pixelgevoelig of image size gevoelig. Ja, een pattern, dat is met 4 pixels. Dus de grootte van de pixels maakt wel uit. Dus dat is die channel prep en die heeft hem ook vrijstaand gemaakt. Dat is eigenlijk niet veel anders. Ik kan een keer reverten. Hè. Dat is wel een bold manoeuvre, moet ik zeggen. Dat gaat niet altijd werken. En maar ik kan een keer één per één door die stappen. Ik kan dat doen door command dubbelklik per stap. Ja, of control dubbelklik op de Windows uiteraard. Subject, als je gewoon zou dubbelklikken, zijn die stap opnieuw aan het opnemen, dus let daar mee op. Maar een command dubbelklik dus in dit geval. Dus ik heb hier een select subject gedaan, die zit standaard in Photoshop, voor wie dat nog niet ontdekt heeft. Handig. Ik doe een select en mask, dat is ook gewoon al meteen met het vrijstaand maken, dus dat is met een layer mask in dit geval. En in sommige gevallen gaan nooit perfect zijn, maar opnieuw, we hebben geluk. We zitten met een esthetiek waar dat, fouten toegelaten zijn. Hè. Dus, dat helemaal niet expres gekozen manier. Ik besef heel goed dat je dat misschien achteraf had kunnen fine-tunen, maar dat is ook geen probleem met een layer mask die je kunt fine-tunen. Dus, dus een trim, image size, canvas size, convert to smart object. Voilà, dat is mijn prep. Okay. Super easy. Het volgende is al die effecten die ik net heb getoond en die in Photoshop in de juiste volgorde gaan toepassen. Ook hier, dat is soms een beetje zoeken, maar ook handig een beetje weten. Hoe moet ik iets gaan opnemen? Geen probleem. Je dubbelklikt even om het opnieuw op te nemen. Staat er iets in de verkeerde volgorde, dan kunnen de volgorde hier gewoon aanpassen, gewoon slepen, vastnemen. En je kunt zelf heel gemakkelijk, ik zeg maar iets, een actie dupliceren, alt-sleep. Dat kan ook. Dat is niet altijd zo goed weten, maar dat kan interessant zijn. Ja, het vraagt wel wat tijd om zo'n action op punt te zetten natuurlijk, maar inderdaad, in this case, als jij 100 artiesten hebt, dan loont dat natuurlijk. Denk hoeveelheid. Beter van wat meer in... Ergens een idee hoe lang dat je erover gedaan hebt voor een action? Ik heb geen idee meer. Want dat gaat samen met het ontwerp van het visuele effect was het langste. En ook gewoon omdat ik al redelijk wat ervaring heb met opnemen. Dat ging relatief snel, maar de eerste keer gaat dat niet zo snel gaan. Dat is waar. Ik moet dat wel leren kennen. En dan ga ik die export ook even doen. Ik ga daarvoor mijn exportmap erbij nemen, want ik vind het dan wel leuk van dat te zien. Ik heb hier al mijn exportstructuur. Dus de mapjes staan open, dus er staat niets in. En normaal gezien, als ik daar ga bij een afspelen, ik zal het misschien even zo naast elkaar zetten, als ik die export afspeel, dan ga je de PSD krijgen, de PNG, de GIF en de TIFF. De kopie bij GIF, om een of andere rare reden, krijg ik niet weg. Dat is, maar ja, dat zal wel weer een glitch zijn. Nu, perfect. Dat is hetgeen dat ik wil. Ik wil dat ook meteen voor allemaal doen. Dus Ik hoef die zelf niet eens in print te gaan openen. Dus je kent ook wel batch-acties, uiteraard. Je kunt die batch-actie vanuit Photoshop starten, maar ik denk dat dat eigenlijk ook wel een keer interessant is om dat via Bridge te tonen. En dat allemaal graag van daaruit. Ja, inderdaad. Mensen kennen Bridge niet altijd, of staan niet altijd geïnstalleerd. Ik gebruik dat ook enkel maar voor een paar dingen, waaronder dus ja, van die batch-acties starten. Wat ik ook graag doe op Mac is de map slepen op het Bridge-icoon. Om die map zo te openen, want ik vind navigatie in Bridge een beetje awkward. Ja. Ja, hier is het voordeel dat je inderdaad op basis van selectie kunt werken. Ja, want in Photoshop is het echt de volledige folder. Dus daarom zou dit interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld de kills moet je niet meer doen, ik kan die deselecteren. Kijk, voilà. En nu ga ik hier onder Tools, Photoshop, ga ik een batch starten. Voilà. De batch, wat wil ik afspelen? De set boostbox, action. Nee, ik wil dus een play all doen. Die halen 3 in één keer doen. Ik denk dat dat allemaal oké zal staan. Hier is gewoon nog even de destination kan belangrijk zijn. Save en close gaan niet nodig zijn, omdat mijn save acties in de action zitten. Dus die mag ik uitzetten. Voilà. Ik druk erop oké en dan ga je er eigenlijk vlug gaan. Dus, ik weet zelf niet hoe we beelden gaan zien verschijnen, maar we gaan wel in mijn Finder gaan we zien dat het begint vol te lopen. Voilà. Alright. Altijd leuk hè, als de dingen werken natuurlijk. Ja, ongeveer hè. Ik denk dat we opnieuw met een glitch gaan zitten en dat dat venster gaat blijven staan. Met deze update van Photoshop heb ik het al gemerkt. Ja, maar bon, kijk. Nu, zelfs al zijn het er 100, je moet wel nog altijd wachten. Ik zou niet te veel doen ondertussen. Of een beetje gaan drinken of zo. Voilà. Dat is toch de klassieker. Het is dat. Het is dat. Ja. Cool. Het is aan, koffietje, dat is perfect. Goed. Yes. Heb je nog leuks voor ons in? Wel, misschien moet ik al overgaan dan naar InDesign. Behalve als ik nog iets moet vertellen hier over de actions in Photoshop. Ik wil gewoon nog toevoegen, specifiek in Photoshop, een missing link. Is dus geen probleem, zolang dat je niet moet resizen en vooral upscalen. Omdat bij Photoshop werkt een smart object zodanig dat het is de smart object zelf erachter ontbreekt, maar de preview is wel nog full quality. Dat is in InDesign wel anders. Dit is echt de perfect pixel size, maar erachter zit de full size. Ik zeg het maar, dat kan soms een beetje een verwarring zijn. Het is geen InDesign, het is Photoshop. Het werkt net een beetje anders. Nu, we moeten wel naar InDesign, want ik wou dus wel nog iets vertellen over het design van een poster. Dus ik heb nu die artiestenfoto's. Ik wil ook gewoon de naam, het genre en de description van elke artiest laten inlopen. Dus ik heb al een design opgesteld. Ik heb zelfs 2 designs, maar ik denk dat we voor 1 design gaan gaan. En we gaan die ook een klein beetje gaan omvormen. Dus ik heb hier ook een data setup file. Ik kan daar een keer naartoe gaan. Ik heb hier eigenlijk gewoon de fixed elements op een parent page, een strumming pagina gezet. Dat zijn de elementen die ik ga koppelen. Ik kan nog even tonen, mocht ik de master veranderen, dan ziet dat er zo uit. Dus ik ga eigenlijk maar 1, 2, 3, 4, je ziet even de naam niet, maar ik ga 4 dingen gaan koppelen. Op basis van een datasheet dat ik gekregen heb, of een spreadsheet in Excel. Nu, met Excel zelf ben ik niet zo. Ja. Het is nog vroeg, hè, man. Excel is soms inderdaad een keer nodig, hè? Dus voor gestructureerde data, zolang dat gestructureerde data is. Zolang dat je dat niet op de verkeerde manier gebruikt. Wat is gestructureerde data? Dat is, kijk ja, je hebt velden en een dataveld is een bepaalde kolom en die kolom moet benoemd worden. Die naam mag niet dubbel voorkomen. En dan in elke regel, dat is een nieuwe entry. Ja. Dus, ja. Dus je moet alles van de informatie van één artiest op één lijn staan. Geen returns erin ook. Want dat is toch een issue als ik... Een hard return is een issue. Ja. Klopt, inderdaad. Je hebt groot gelijk. Okay. Nu, andere dingen zijn misschien veldtypes, een atje vooraan, een apenstaartje, dat wil zeggen dat dat een afbeelding gaat zijn. Al de rest gaat gewoon tekst. Velden zijn. We gaan dat straks zien in InDesign, dat dat van belang is. Okay. Een QR-code zou kunnen, dan gebruikt u een hashtag vooraan. Voilà. Nu, zoals je zegt, ik ben niet zoveel met een Excel, want voor InDesign, die kan met data merge, gegevenssamenvoeging, die kan enkel maar CSV's of TXT's binnentrekken. Ik gebruik liever TXT's, want ik heb echt wel al met CSV-problemen en die serie gehad. Ik doe ook al geen exports meer vanuit Excel naar CSV bijvoorbeeld. Ik plaats die in InDesign, ik zet ze daarom naar platte tekst gescheiden door tabs en dan copy-paste ik dat in een tekst-edit bestandje. Ik plak het regelrecht in tekst-edit, denk dat dan dat gaat ook. Een tussenstap minder is. Ik vind de stap in InDesign wel gemakkelijk, omdat je daar heel wat fine-change trucjes en zo kan toepassen nog voordat de data erin komt. Dat klopt, dat is handig. Goed, dus trouwens die data merge, dus ik heb daar klaarstaan, gegevenssamenvoeging in het Nederlands, mocht je die InDesign versie gebruiken, vindt dat onder utilities of hulpmiddelen. Op dit moment heb ik een leeg paneeltje en dat is nog niet gekoppeld aan een data source. Dus dat doe ik even hier, gewoon rechtsboven, select data source. En dan hebben we, kijk, mijn TXT. Je ziet al wat er mogelijk is. Het is het enige dat ik kan aanklikken. En als dat succesvol wordt ingeladen, dan zie je hier inderdaad al die velden. Ja, die kolomnamen. Sommige heb ik niet nodig. Dat pad heb ik op zich niet nodig, maar dat was voor de opbouw van mijn... Het pad naar mijn afbeelding was dan nodig, een hulpmiddel. Maar de artist hier, tekstveld, de afbeelding hier is een afbeeldingsveld. Ja. Dus hoe klinkt je dat? In plaats van de naam fixed, wil ik een variabele. Dus ik ga dat selecteren en ik wijzig dat door artiest. Gewoon eenmaal aanklikken hier. En je gaat zien, dat gaat er zo uitzien. Haken. Met die haakjes. Ja. Inderdaad. We hebben hier het genre. En hier hebben we de description of de beschrijving. Voilà. En eigenlijk ongeveer hetzelfde. De foto hier wil ik dat dat een afbeelding is. En die is daarna gekoppeld. En je kunt dat altijd een keer previewen als je dat wilt. Om te zien of het werkt. Bijvoorbeeld is mijn afbeelding link goed opgezet. Nice. Ja. Specifiek voor als je met dat soort dingen werkt, je moet altijd zien dat er genoeg ruimte voorziet. We hebben hier superveel genres, dus je tekstkader moet daarop voorzien zijn. De Chemical Brothers heb ik misschien overgeslagen. Chemical Brothers is de langste naam. Dus je moet daar een beetje op rekenen dat je daar moet aan kunnen accommoderen. Is er maar één uitzondering, kun je altijd op het einde nog eentje fixen of zo. Of als we willen doorgraven, kun je altijd veel alinea-stijl opties gebruiken om dingen te laten groeien en krimpen en dat ook nog een dynamischer template kan worden. En nog eentje voor afbeeldingen specifiek, dat eigenlijk wel interessant is om te melden, je hebt de framefitting options. Ik doe dan hier nu met rechts een klik en dan is dat hier via fitting. Een beetje zo weggestoken, frame fitting options. En ik heb de align hier ingesteld op onderaan, maar standaard staat aan het midden. Ja. Maar je ziet, ik wil op dat lijntje uitleggen. Dus het is, dat is vooral die images. Ja. Als je dat achteraf één per één moet goed stellen, waarom niet op voorhand? Ja. Ik geef dat ook altijd mee dat je dat onmiddellijk na de creatie van een leeg document kun je die frame-fitting options al instellen, zodat die eigenlijk altijd als standaard fill frame proportionally bijvoorbeeld. Ik gebruik ook vaak die auto-fit hier, vind ik ook super handig. Ja. Zodanig dat, nu ik het verpest waarschijnlijk door dan een keer aan te klikken, maar inderdaad, kijk, als ik gewoon mijn kader verander, dat daar gebeurt. Maar nu mag dat maximaal staan en dan hoef ik eigenlijk gewoon maar de data merge een keer uit te voeren, dus create merge document. Even kijken, een beetje inzoomen. Dus wat wil ik hier mergen? Dus alles. Anders kan ook wel selectief werken. ben de range. Dus ja, enkel maar artiest 1 tot en met 10 of tot en met 5 enzovoort. Hier gaat standaard, voor de meeste projectjes gaan we daar niet zoveel problemen mee hebben. We gaan er niet te diep op ingaan, dus hier bij de options misschien kan het een keer interessant zijn om ook hier te kijken wat het er nog interessant is. Ja. Fit images proportionally, dus dat je recent en deze kader gevuld is. Ja. Image placement options. Oh, ik weet zelf niet hoe recent. Voor mij is het al, voelt het al wat ouder aan. Ik denk dat dat 2 of 3 jaar geleden er is pas bij verschenen of zo. Ja, ja, oké. Okay. Kan zijn, kan zijn, kan zijn. En stel dat je zo'n tekst hebt waar dat je soms met lege regels zit, dan kan dat ook een interessante zijn. Okay. Je hebt een bullet point list en soms is specificatie 3 en 4 kunnen leeg zijn, dan is dat een interessant, dan gaat de rest een regel naar omhoog gaan. Okay. Ik heb dat hier nu niet, dus ik heb dat niet echt nodig. Dus ik ga het opnieuw doen. En ik kan gewoon op oké drukken. En dan heb ik mijn merged document. Dat wil zeggen, merged document heeft hier alles gemaakt in een nieuw document. Dus dat is wel degelijk een output dat gecreëerd. Hier is mijn data merge. Nou, mijn data is nog gekoppeld, maar hier niet meer. Ja. Er is een workaround. Als je volledig op stramine werkt, dan blijft dat wel gekoppeld, maar ik heb daar nog niet zoveel nood aan gehad per se om dat zo te gebruiken. Voilà. Dus dan sla ik dit op. Ik ga het ook al duidelijk benoemen als een output, of ik zet dat in de output map enzovoort. Dat is nu voor affiches trouwens dat ik dat gedaan heb, maar dat zou, stel nu dat dat een boekje moet zijn. Ik ga een keer overgaan naar facing pages hier. Hè. Waarom niet? Stel dat dat een boekje moet zijn en dan dienen gewoon even naar pagina 2 voor het naast elkaar te zetten. En dat is hier gewoon een witte. Voilà. Okay. Als je dat gaat mergen, dan gaat ook effectief spreads mergen. Dus je kunt ook een boekje initiëren op die manier. Of je kunt dat gemergede document ook omzetten naar facing pages. Dus ja, bijvoorbeeld, maar kijk, in dit geval, dus het geeft al wel een beter beeld van voor spread dat aan het maken zijn, maar het al eigenlijk uw spread designed. Dus dit zou een boekje kunnen zijn. Nu is dat een A1 boekje, een beetje groot, maar voilà. Goed. Nice. Dus dit gezegd zijnde, dat waren alle productie tools, insteken, tips die ik wil vertellen. Oké. Ik vond dat redelijk indrukwekkend allemaal. Dat is te hopen. Goed, ik kijk nog eventjes naar de chat hier op YouTube. Of op onze website, beter gezegd. Om te zien of er nog vragen waren. Vooral ongerustheid over de stream. Ja, die is natuurlijk wel. Hoort erbij, hè? Technische issues. Evi die vraagt, wat is het voordeligste, de affiche maken in Illustrator of InDesign? Discuss. Ja, komt er soms op neer, maar dat er creatieve mogelijkheden zijn. De sterkte van InDesign is layoutwerk. Dus hier gaat je, ik denk gewoon veel vlotter alle manieren vinden om je layout elementen samen te brengen. Ja, terwijl in Illustrator focust je. Dat gaan gebruiken als echt een heel grafisch, illustratieve affiche gaat willen maken. Ik denk dat ik op die manier zou denken. Nou. Plus, gebruik ik veel tekst, denk ik ook liever InDesign. Nou. Ik vind dat de keuze van tool, het is geen kwestie van voordeligste, denk ik eigenlijk. Want ik vraag me af wat dat Evi bedoelt met wat dat het voordeligste is. Bedoelt ze het snelste bijvoorbeeld? Dat hangt af van je toolkennis natuurlijk. Hè. Ja. Illustrator, InDesign, wat kent je het beste? Maar wat dat vooral bij ons dover de afweging maakt is, zoals dat jij aangeeft, hoe grafisch wil je erin kunnen werken. Want Illustrator is een powerhouse als het op vector styling aankomt. Wij combineren dat graag door middel van assets in InDesign te plaatsen en zo tussen de twee te springen. Hey, voor mij persoonlijk, ik zit nu al een kleine 20 jaar in het vak om het zo te zeggen, Het is niet een of het ander. Nee, het is altijd een combinatie van verschillende om tot een resultaat te komen. Maar wat ik wel vaak durf zeggen over Illustrator of InDesign, is vooral als het aankomt op posters, flyers, zo single sheet, documenten, geen boekjes of booklets. Dat is echt InDesign-werk. En zoals dat jij ook aangeeft, tekstverwerking op grote schaal, met lange teksten werken, dat is InDesign, zonder twijfel. Ja, hij bedoelt... Ja, maar flyers en posters, dat durf ik in allebei doen. Ja. Dat is, als je kijkt ook naar deze layout bijvoorbeeld, dat kun je perfect in Illustrator opbouwen. Maar hier, als je weet... Als single pages. Ja. Maar hier ook dan weer, als je weet van we willen gaan data mergen, ja, dan begin je best niet in Illustrator, want dat kun je niet in Illustrator. Allee, ja, dat zit erin, maar dat werkt niet goed. Nee, het is niet... dat werkt niet zo goed. Ja, dus daarmee ook. En ja, echt wel inderdaad, dat punt van boekjes maken is inderdaad sowieso InDesign. En ook gewoon alles dat je druktechnisch stevig wilt klaarstomen, gebruik InDesign. Illustrator is daar veel beperkter in. Ja, kijk, Evi reageert hier het makkelijkste eigenlijk. We maken alles in Illustrator. Ja. Liever dan in Photoshop. Want Photoshop, dat is natuurlijk allemaal gepixelde output dat je daaruit krijgt. En Illustrator en InDesign outputen alle twee vectormateriaal met hogere kwaliteit. Misschien nog één dingetje, maar in Illustrator kan je toch niet zo automatiseren als in InDesign. Jawel, Ellie, met variables is dat. Maar inderdaad, daar heb ik mijn tanden al op stuk gebeten. Dat werkt gewoon voor geen meter kunnen inderdaad. En dan vraagt Stefan, kun je eens laten zien hoe je in Photoshop de foto's in verschillende mapjes via batch laat lopen. Wel, Stefan, wij kennen jou, maar oké, dat is eigenlijk niet onze tijd. Hoeveel tijd heb ik nog? De tijd is op. De tijd is op. Yes. Maar heel kort gezegd, ik heb, dat is gewoon een stap, opslaan als. En de specifieke map die je aanduidt, is de map waar dat terechtkomt. Ook in het afspelen van je action nadien. Ja. Dus dat is wel meestal usergevoelig, want het is heel vaak zo dat je username in dat pad zit. Ja. Daar moeten we wel op letten bij het uitwisselen. Je gaat een keer gewoon de saved as opnieuw moeten opnemen als je van user verandert. Okay. Wat dan niet moeilijk is op zich, zolang dat je weet hoe dat moet. Het is gewoon dubbelklik, heropnemen, opslaan. Dat is het. Okay. Ja. Goed. Dat was onze tijd voor deze sessie. Wij nemen nu een break van 1 uur. Dus wij zien jullie met veel plezier terug om 1 uur. En dan gaan wij aan de slag binnen de Marcom of marketingomgeving. See you then.